Koen, wanneer ons denk aan inspectie en die inspectieproces, is ons geneigd om te denken aan die stoetbedrijf. Maar ons het vroeger ook gesê dat meestal die inspectieproces kan je op die commerciële vlak ook toepassen. Waar is die verschil dan? Gerrit, ik denk inspectie, zoals je nou gesê het, behoort ons op die commerciële vlak al reeds te beginnen doen. Inspectie en kering is verplichtend bij die stoetbedrijf, maar niet bij die commercieel, maar dit is baie belangrijk, denk ik, om zelfs jouw commerciële dieren, jij als teler, jouw commerciële dieren te inspecteren en grove genetische fouten te elimineren. Door die fouten te elimineren, kan jij net op het einde van die dag voor jezelf meer geld in die zak brengen, door meer en beter speenkalas te teel. Inspectie bij die stoetbedrijf is verpligtend. In elke ras het sy eie neergelegde reël hoe hulle die inspectie doen en op wat er ouderdom hulle inspecties doen. Verse bijvoorbeeld, sê op 24 maanden en bulle, vanaf 18 maanden kan bulle geïnspecteer word. Die inspectie bij die stoetbedrijf is daar al reeds rassen wat van onafhankelijke keerders gebruik maak. Wat zeker ook hulle goeie punte het, maar wat ook dalk een probleempunt kan wees, want die onafhankelijke keerder kan dalk sy idee laat deurtrek na die hele ras toe. Sy smaak kan dalk die ras nadelig beïnvloed of natuurlijk voordelig ook dalk. Dit is een ding waarvoor ou moet oppas, denk ik, voor één onafhankelijke keerder wat die hele ras moet doen. Nou Koen, jy het gesê dat een boer dalk niet te veel moet staat maken op slechts één enkele keerder nie. Hoe lyk die toekomst soos ons voorin toe gaan? Is daar belangstelling, vooral van die jonge mense se kant af, om ook keerders te worden? Gerrit, ja, daar is een wye belangstelling wat ik achterkom bij alle rassen, wat jonger mense baie gretig is om in te komen als keerders. En zelfs in beoordeling verder, je weet hulle, die meeste van die ouders kom, sal ek sê, op die vlak van keerder, en dan word hulle naderhand gepromoveer na beoordelaar toe. Nou, ons het nou gepraat oor inspecties, nou praat ons oor selectie. Hoe werk die twee saam? Hoe speel die een en die ander een saam? Dus jij toch een beest geïnspecteer het, je moet hom nou selecteer om bij die rechte bal uit te komen. Volgens neergelegde gegevens, vooral in die stoetbedrijf het jy baie goed wat jy kan na kyk in die commerciële bedrijf het. En jy weet, selectie, teelwaardes en al die goede in die stoetbedrijf wat hy ook kan inbring om selectie bij die selectieprogram in te schakelen.